bereiken, maar we hebben die hele eigen stijl. Die jij niet bereiken. Ik weet dat jij bezwijken kan, maar wij doen dit al jaren, want we kennen de gevaren. En we zullen je sparen. We begonnen als koters, maar nu zijn we volwassen, maar jouw zeikere gebest. Ik zou genoeg om in te passen. Want wat je nou hoort, dat is de Osdorp Posse, de eerste Nederlandstalige rapgroep van Nederland. Nou, dan denk je, wat is rap? Nou, je hebt het allemaal al een keer gehoord. Dat is het uitspreken van teksten op rijm, op ritme, op een beat. Dat die dan pak dan maar een slot. En dat wil ik vandaag nou gaan leren. Ja, ik zit hier nou eigenlijk te wachten op Def P. Def P is de rapper van de Osdorp Posse. En hij is de eerste man die in Nederlandse taal ja, raps ging schrijven. Hij heeft, ik weet niet hoeveel raps geschreven, honderden. Moet je horen? Ik heb het al gezegd. Hey. Hey. Jij bent zeker Dolores. Ja. Pascal. Nou, waar gaan we heen? Melkweg. Hier gaan jullie vanavond spelen. Hierachter in de zaal. Je bent mooi op tijd nog. Ja. Nou, de vlag hangt al. De graffiti elementen een beetje te promoten, weet je. Wie zijn de onderhonden dan? Wie dat zijn? Ja. Hij. Dat is de Rijnmaniac, Quinten, rapper uit België. Casto, de lijp uit de pijp. Ja? Nou, we rappen dan met z'n vijf. We zijn die taalhusselaars. Door Brusselaars, Brusselaars. Dus loop die beat en elkaar. En we hebben vanavond twee DJ's staan, of bijna elke avond. Dat zijn Dan en Money P. Zijn er altijd twee DJ's? Als het goed is wel. Waarom rap jij in het Nederlands? Nou, drie redenen eigenlijk. Toen ik ermee begon, toen deed niemand het nog echt in het Nederlands rappen. Op een gegeven moment dacht ik van, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig, weet je? We hebben onze eigen taal, eigen cultuurtje. Dus ik ben gewoon typisch Nederlandse dingen gaan schrijven in een Nederlandse taal. Doe je wat ik doe, doe alsof je met je kut, kut. Dubbele bonen zie ik uit een bodemloze put, put. Dan bel je me van meer, doei, doei, tuut, tuut. Hier dacht je van, nou, ik wil rappen of ik wil iets met de hiphop gaan doen. Nou, mijn neef en ik kwamen vroeger altijd op het strand. En twee vrienden van ons, dat waren twee DJ's. Ja. Dus zij hadden in het begin al die hiphopplaten. Ja, en wij hoorden dat altijd en we vonden het helemaal te gek. Ja. Toen ging ik met Dof gingen we onze eerste hiphopgroep oprichten. En dat was dus die Funky Fresh Force. En toen rapte ik in het Engels. The D is for destroy, that's what I write. The F for fresh, I never bite. Put an E in the middle of the D and the F. So it's easier to say and it's also deaf. P is for my name, graffiti my game. But I also beatbox and it's sure no shame. En van daaruit ben ik eigenlijk steeds verder gaan schrijven en oefenen en het rappen ging steeds lekkerder. En schrijft elke rapper zijn eigen teksten? Meestal wel, ja. Er zijn maar heel weinig rappers die het niet doen. Maar ik vind ook een rapper die niet zijn eigen teksten schrijft, vind ik ook niet echt een rapper eigenlijk. Terwijl originaliteit een van de belangrijkste elementen is. Hey, als ik nou een tekst wil schrijven, ja? Ik wil het ook wel proberen eigenlijk. Ja. Hoe doe ik dat dan? Hoe begin ik? Nou, waar de meeste rappers mee beginnen is een tekstje over zichzelf te schrijven. Dus ik zou, als je voor het eerst een rap gaat schrijven, je eigen gewoon voorstellen. Dat is het makkelijkste. Vind je? Ja. Oh. Nou, de meest voor de hand liggende zin is, ik ben Dolores, dus hoor eens. Mijn naam is geen Soris. Ik breng een rap die heel voor is. Ja, dat vind ik een hele goeie. Wat rijmt op het einde van de zin? Ja, de rijmen is natuurlijk wel heel belangrijk. Zonder rijmen ben je toch niet echt aan het rappen, vind ik. Nou ja, wat ze net deden, bijvoorbeeld met Dolores, Horus, Boris, Soris, allemaal achter elkaar, weet je wel, dat soort woorden. Want eigenlijk, als je een rap schrijft, moet je in je hoofd die beat ook een beetje horen. Dus daar moet je een beetje op blijven, dat stramien als het ware. En dat moet je ook in de gaten houden. Trek je niks aan van al die kerels? Wij moeten toch soundchecken. Ja. Dus, ga ik even proberen, ja? Dan heb jij alle rust, niemand die je lastig valt. En dan kun jij gewoon, maak er wat van. Dolores. Even kijken hoor. Ik heb nu. Ik ben Dolores. Dus huiver en horens vond ik op zich een hele goeie. En dan, ik kan niet rappen, maar ik moet omdat klokhuis ervoor is. Vind ik wel. Dan moet ik nu even wat gaan verzinnen. Ik moet op het podium staan en laat mezelf helemaal gaan. Ik weet dat het de eerste keer is, maar ik doe er niks meer aan. Of... Met rapteksten score. Je staat er tussen wel de beste rappers van Nederland. Ja, precies. En dat jij die gewoon even met je grapje staat en dat je het wel toch even geflikt hebt. Daan? Ja? Ik heb een soort van tekstje geschreven. Oké. Okay. Met behulp van. Dan wil je zeker een langzamere beat hebben. Hoezo? Ja, dit is wel lekker langzamer. Ik kan totaal
nu rappen omdat Klokhuis ervoor is, ben ik degene die hier moet staan. Loop alsjeblieft naar de maan. De eerste keer dat ik schrijf, dat mij treft geen enkele blaam. Ondervind aan de lijve dat om deze tekst te schrijven heel veel moeite moet doen. Beter bij Klokhuis kan blijven. Ben Dolores Lewin, rijmend de nieuwe eeuw in. Ik ben nog geen grote rapper, maar dit is wel het begin. Hou ik me nog een paar keer oefenen, ik hoor het al. Als je het jezelf makkelijk wil maken, moet je in ieder geval zorgen dat je die tekst uit je hoofd kan. Ja? Want het staat niet echt, zeg maar, performance-achtig als je ondertussen nog aan het speaken bent. En, ja, het staat wel niet te rap. Kijk, het is aan jou hoe je de rap gaat brengen, weet je wel. En vaak hoe brutaler en eigenwijzer je het brengt, hoe leuker het publiek het vindt. Je moet een beetje je eigen persoonlijkheid erin gooien. Ik vind aan de lijve dat om een rap te schrijven, ik heel veel moeite moet doen. Dan beter bij Klokhuis blijven. Mijn naam is Dolores Lewin. En het was hem kwijt. Nou, het steeds kwijt op dat punt. Nou, dat blijft een leuke meisje. En moet ik dan niet bewegingen erbij maken? Want ik zie die rappers altijd dit doen en dit en... Ja, het helpt wel. Je moet natuurlijk niks, maar kijk, als jij een beetje op de beat ritmisch meebeweegt... Ja? Dan is het ook makkelijker om in die flow te zitten. Om erin mee te gaan. Je moet rappen. Dus het helpt wel. Als jij denkt, nou, dit voelt lekker aan, dan ga je ervoor. Ik kan totaal niet rappen, maar omdat Klokhuis ervoor is, ben ik degene die hier moet staan. Loop alsjeblieft naar de maan. Het is de eerste rap die ik schrijf. Mij treft geen enkele blaam. Jou! Hallo, welk weg? Hebben jullie er een beetje zin in of wat? Met de pilsen, ik wil ze, laat ze exploderen als hulsen. Wat doe je met de vrienden? Ik wil ze, paardje dom. Vind je dat die dan pak dan maar een stom. Ha, hoe bestaat een prijs op? Een boermens, en een oerbens. Zijn met oerbens, en een hoerlens. Zonder mijn toerlens, want met een oerbens komt er weer stoerbens. Goedenavond Amsterdam. Wel, ik ben zwaar in de tent, joh. En heb hier een speciale gast, Dolores. Geef eens een applausje voor Dolores. Geef die dame de mic. Mijn naam is Dolores, dus luister en horen. Ik kan totaal niet rappen, maar Klokhuis ervoor is. Ben ik degene die hier moet staan? Loop alsjeblieft naar de maan. De eerste rap die ik maak, mij treft geen enkele blaam. Ik ondervind aan de lijve dat om teksten te schrijven ik heel veel moeite moet doen. Dan beter bij het Klokhuis blijven. Ik ben Dolores Lewin, rijmend een duwe jaar in. Ik ben nog geen grote rapper, maar dit is wel het begin. Ja,